Linda, dankjewel voor de uitnodiging. Nou ja, welkom bij SMO. SMO, waar staat dat voor? SMO staat voor Stichting Maatschappelijke Opvang. En wie vang je hier dan precies op? Wij vangen zwerfjongeren op, tienermoeders, maar ook mensen met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met psychische problematiek. Dus van alles wat eigenlijk. En die wonen hier dus? Ja, die wonen hier. Ja, soms tijdelijk, soms voor een wat langere periode. Ja, en altijd met een stukje begeleiding? Altijd met een stukje begeleiding, ja. Dat is wel echt een van de voorwaarden om hier te wonen. Dat je wel begeleiding vanuit ons accepteert. Om uiteindelijk natuurlijk is het doel om weer zelf ergens terug te gaan in de maatschappij en een reguliere woning te vinden. Ja. En zitten hier oudere mensen? Ik hoor daar kinderen spelen. Ja, vooral klopt. Kinderen, ook mensen met kinderen? Ja, wij hebben hier inderdaad, nou ja, ik noemde het al, inderdaad tienermoeders. Moeders met kleine kinderen of wat grotere kinderen wonen hier ook inderdaad. Dus dit is wel eigenlijk de plek binnen SMO waar de kinderen verblijven. Dus dat is wel, de koning staat wel daar een beetje ook onbekend, zeg maar. Want dit is locatie de koning. Jullie hebben verschillende locaties. We gaan zo meteen nog naar een andere toe. Ja. En we mogen overal gewoon even rondkijken. Niemand had er bezwaar tegen. Nee. We hebben zelfs iemand bereid gevonden om eventjes de appartement te laten zien. Dus we gaan er een mooie middag van maken. Show me the way. Zeker, gaan we doen. Nou, we staan nu in zo'n gezamenlijke keuken. Hoe werkt dat nou precies? Hier zijn ook al producten aanwezig? Of? Nee, hier kunnen de mensen die op de kamers wonen, kunnen hier hun zelf gekochte producten opwarmen, koken. Er is een oven, er is een gasfornuis. Daar kunnen ze eigenlijk gebruik van maken wanneer ze willen. En als ze het maar weer schoon achterlaten, dat is natuurlijk wel belangrijk. Er staat een gezellige grote tafel, daar kunnen ze ook met z'n allen eten. Ja, en dat gebeurt ook. Sporadisch. Ja, hier zitten vooral moeders met kinderen. Dus over het algemeen eten zij toch eigenlijk wel op hun eigen kamer. Ja. Maar goed, het kan wel. Er staat ook een kinderstoel bij. Dus mochten ze willen of het gezellig vinden, dan kunnen ze hier samen eten. En dit is de enige keuken op deze verdieping. Jullie hebben meerdere keukens, neem ik aan. Ja, klopt. Maar je blijft wel op je eigen afdeling. Ja, in principe wel. Ja. Je blijft op je eigen gang. Hè. Dus dit is de keuken voor de mensen die op deze verdieping wonen. Ja. En is het dan heel druk tussen 4 en 8? Volgens mij loopt dat eigenlijk allemaal wel een beetje vanzelf. En als ze zien dat er al iemand bezig is, dan gaan ze even terug. En dan komen ze later wel weer terug. Of ze helpen mee. Of ze helpen mee, ja, dat kan ook nog. Ja. Petra, kei leuk dat we even bij jou in het appartement mochten kijken. Wat leuk ingericht. Zelf gedaan? Ja, kijk er trots bij. Woon je hier al lang? Bijna 5 jaar. 5 jaar al? Oké, en wat heb je een mooi uitzicht, hè? Ja, ik kijk hier als de kinderen aan het spullen zijn, dan zie ik dat ook, hè. En hoe hoog zitten we hier nou? Drie, geloof ik, of 2. Het was wel een flinke trap, vond ik. Ja. We moeten nou met iedere morgen, iedere dag, hè? Ja, dan moet je natuurlijk vaak, hè? Je moet vaak naar boven en naar beneden. Dus je hebt een hele goede conditie. Ja. Hey, maar je woont hier lekker. Je kunt je eigen potje koken. Ik kan alles zelf doen. Alles helemaal compleet. Alles zelf. Zelf een douche, zelf de wc, wasmachine. Ja, alles zelf. Ja, ik vroeg net, vind je het hier leuk? Ja, zei je. Zo was ik al lang weg geweest. Ja. Ja. Maar ben je van plan om hier nog heel lang te blijven wonen? Ik blijf hier wonen, ja. Je blijft hier wonen. Ja. Deze ruimte, daarvan zei je, dat is een kamer. Maar ik vind het eigenlijk heel erg lijken op waar we net waren. Ja, klopt inderdaad. Is dit ook wel een relatief grote kamer. Mm-hmm. Het grootste verschil zit hem dus enerzijds in de grootte. De appartementen zijn groter dan de kamers. Maar het allergrootste verschil is dat de meeste kamers geen eigen badkamer en geen eigen keuken hebben. Dat is gedeeld. Maar wel nog boven weer gewoon een slaapkamer. Dus je hebt een woongedeelte en een slaapgedeelte. Ja. En beneden eventueel nog
Een beetje een berghokje. Een berghokje, ja. Ja, het is ook maar net hoe ze het zelf indelen. In die kamers moet je, ja, je moet je voorstellen dat hier ook wel eens moeders wonen met 3 kinderen. Het is een crisisopvang. Dus ja, weet je, dan heb je ja, een open slaapgedeelte eigenlijk. Het is geen echte slaapkamer. Ja. Ja, en dan slapen ze dan met z'n 4, een moeder met 3 kinderen. Dus, En nog even voor mijn beleving. Wanneer heb je een appartement en wanneer heb je een kamer? De appartementen is vaak de langdurige zorg, WLZ-zorg. Ja. En de kamers is echt kortdurend. Dus crisisopvang, WMO, wet maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Dus dat is het grootste verschil tussen die twee. Want die mevrouw straks zei, ik woon hier al 5 jaar. Hoe lang blijf je hier gemiddeld? Ja, dat is lastig te zeggen. Pak een beetje een jaartje. Maar goed, ja, dat is dus geen week. Nee, geen week. Nee, het is echt wel langduriger. En dat komt omdat wij met de mensen die hier wonen, gaan wij dus vaak moeten gaan kijken. Oké, er moet van alles geregeld worden, financiën, maar er moet uiteindelijk ook een woning komen. En dat gaat vaak via urgentie met de woningbouw. Dus daar gaat al vaak wel een hele tijd overheen voordat iemand een woning toegewezen heeft gekregen en uit kan stromen. Ja, dus dit is wel echt op een gegeven moment echt hun veilige plekje. Ja, absoluut. Ja, daar proberen wij in ieder geval wel, daar proberen wij voor te zorgen. Ja. Nou, wij zijn hier in het naaiatelier van de koning. En hier mogen de bewoners zelf leuke dingen maken? Of is het een soort dagbesteding? Ja, het is een soort dagbesteding inderdaad. We hebben hier 4 ochtenden in de week een vrijwilliger zitten. Die naailes geeft, kleding herstellen of nieuwe kleding maken. Of inderdaad iets maken wat ze zelf leuk vinden. Ja, dat kan hier allemaal. En je kunt alle kanten op, want ik zie naaimachines. Maar hier achter jou is ook speciale machines voor mooie sierlijke randjes en zo. Je kunt hier echt. Je kan hier van alles, maar vraag mij niet hoe de machines werken, want daar is niet mijn expertise. Nee, oké. Maar je kan hier alle kanten op inderdaad. En het belangrijkste is dat ze vooral doen wat ze leuk vinden. En dat ze hier plezier hebben als ze hier zitten en een praatje kunnen maken met elkaar. Dat is vooral het doel. En materiaal, dus ik zie er heel veel klosjes. Jullie zorgen voor het materiaal? Ja, in principe zorgen wij voor het materiaal. Ja, klopt. En dan zeg ik bijvoorbeeld van, goh, ik wil voor mijn zoontje een korte broek maken. En dan zorgen jullie ook voor een patroontje en alles compleet. Ja, dan gaat onze vrijwilliger er helemaal van A tot Z begeleiden. En zorgen dat er een hele mooie korte broek komt. Janneke, jij bent van het kinderwerk. Dat zit hier ook in het gebouw. Maar voor we jouw vleugel inlopen, beginnen we even hier, hè? Ja. Wie is het? Dit is Toby de Eekhoorn. En Toby de Eekhoorn is eigenlijk het identificatiefiguur van de koning hier voor de kinderen. Mm-hmm. En Toby de Eekhoorn heeft een eigen verhaal. Die woonde met zijn moeder in een boom en die werd op een dag omgezagen. En dus hij moest vluchten samen met zijn moeder en mocht tijdelijk bij mevrouw L in de opvangboom terecht. En ja, heel veel kinderen kunnen ze dus hun eigen verhaal in dit verhaal herkennen. Want dit is de opvangboom? Ja. Kijk, en dan zitten ook de haas zit erin en hier zit een rat. Die wonen ook allemaal bij de kikker is er ook. De hele familie is compleet. Ja, precies. De deur stond King's Lounge, maar het lijkt me eerder de Kids Lounge. Ja, lijkt inderdaad eerder de Kids Lounge. Ja. Hier kunnen de kinderen in de ochtend, hè, als ze nog niet naar school gaan, of in de middag, juist als ze wel naar school gaan, kunnen ze hier lekker komen spelen om even weer lekker kind te kunnen zijn. En met andere kinderen die hier wonen, fijn te kunnen spelen en even alles te vergeten. En er is altijd begeleiding bij? Is altijd begeleiding bij, ja. En ik hoorde net, kom we gaan lekker naar buiten, er is nog een grote tuin bij. Ja.
Grote Tuin, ja. Die hebben we een aantal jaar geleden van Stichting Kinderpostzegels gedoneerd gekregen. Met een moestuintje en een leuk speelrekje voor de kinderen. Dus ja, we hebben ook een heel fijn plekje voor de kinderen om buiten te spelen. Ja, en ja. Daar, ze kunnen ook daar altijd alleen maar onder begeleiding en ze kunnen hier gewoon niet weg. Hè? Het is niet zo dat ze even terrein nee, af kunnen. Nee, het is altijd onder toezicht en ouders mogen eventueel ook hè, buiten de activiteiten om samen met de kinderen in de tuin spelen. Dus dan kunnen ze er ook gebruik van maken. En ik zie een gezellige tafel, daar kan dus ook weer geknutseld worden. Gegeten ook nog? Als het ja, moet. Gegeten, fruit gegeten. Of hè, we hebben binnenkort weer ons eigen moestuintje, dus kunnen we misschien ook wel zelfgekweekte groenten ja, ja. Lekker aan tafel opeten. Ja. Karen, we zijn in Huizen den Hecht, niet de originele locatie. We zitten hier op een tijdelijke plek, hè? Ja, dat klopt. We zijn afgelopen 7 december verhuisd naar deze tijdelijke plek die ja. We huren van Boompartners. Omdat de oude hecht niet meer is van deze tijd. En ja, we gaan het daar slopen en dan komt er een heel mooi nieuw pand. En in de tussentijd mogen wij gelukkig hier verblijven. Den Hecht is onderdeel van SMO. Maar wat is Den Hecht precies? Den Hecht is een 24-uurs opvanglocatie waar we dus opvang bieden aan mensen, maar ook begeleiding. Mm-hmm. Ze mogen hier zo lang blijven als ze willen en zo kort als mogelijk. Dat is. Dat klinkt heel mooi. Zo lang als ze. Wat is dan het langste wat iemand zou kunnen blijven? De langste, in principe tot iemands dood. Als iemand op een beschermd wonenplek zit. Ja. Iemand heeft hier pas 30 jaar gewoond. 30? Ja, zeker. Ja, dus dat zou kunnen. Maar we zien ook dat we mensen gewoon wel kortdurend kunnen helpen naar weer een zo zelfstandig mogelijk leven. Ja. En heb je het dan over dagen of over weken of maanden? Of, dat kan allemaal? Dat kan allemaal. Ja, dat is maar net wat de hulpvraag van de cliënt is. En we gaan ook echt uit van de krachten van cliënten. Mm-hmm. Dus wat kan iemand nog wel? En ja, daar ondersteunen we in. En dan kom ik hier, dan heb ik mijn koffer bij me, want ik ben ergens door, ben ik uit mijn veilige, misschien wel helemaal niet meer veilige omgeving weggegaan. Mm-hmm. En dan krijg ik een kamer of een bed? Of. Je krijgt hier, kunnen wij nu een appartement aanbieden. Waar je dus ook een keukentje hebt. Als iemand kan koken of ondersteuning wil om te leren koken, dan hebben we die mogelijkheid nu in dit pand wel, wat we voorheen niet hadden. Dus dat is wel een mooie vooruitgang. En iemand heeft gewoon meer privacy. En dat werkt wel bevorderlijk voor het herstel van een bewoner. Want je krijgt een kamer voor jouzelf alleen of een appartement voor jezelf alleen. In principe wel, maar we hebben hier 58 bewoners en we hebben helaas geen 58 appartementen. Dus het kan zijn dat je een kamer deelt met iemand anders. Maar goed, dan kijken we wel altijd om een zo goed mogelijke match te maken. Dus als ik voor één nacht kom, dan krijg ik ook een kamer of ook een appartement? Nee, wij hebben, dat noemen wij de noodopvang, als je voor één nacht komt. Daar hebben wij 3 appartementen voor. Hebben we 6 plekken en dan kan iemand 's nachts gebruik maken van de noodopvang. Om 19:30, dan vragen we wel even om te vertrekken, dan kunnen we het weer even opfrissen. Maar ze mogen 's middags of overdag wel weer terugkomen en daar zit dan ook begeleiding op. En jullie zorgen ook voor een maaltijd? Ja, dat doen we ook. Die wordt aan de overkant gekookt. Die wordt bij de Job Factory gemaakt. Ja, dat klopt. Ja. Ja, want hier hebben we helaas geen grote keuken. Dat hadden we voorheen wel. Die krijgen we straks ook weer terug in de nieuwbouw. Mm-hmm. Maar dit is een goede tussenoplossing. En die nieuwbouw die komt weer op de oude plek. Ja. En waar zat hij ook weer precies? In de buurt van de oude Heilig Hartkerk, zei ik zelf altijd. Aan de Binnenste Straat zit hij. Aan de Binnenste Straat. Dat is volgens mij ongeveer die hoek. Ja. En dat worden ook weer echt appartementjes of een heel ander concept? Nee, appartementen en studio's. In totaal 73. Maar we hebben daar dan ook weer een mooie grote zaal bij. Ja. Wat we nu niet hebben, hè? Want we staan nu in de lounge. Mm-hmm. Is relatief klein voor zoveel bewoners. Maar we vinden het wel fijn dat we iets kunnen bieden. Hè, om iets gezamenlijks te kunnen doen. Zeker. Ja, ja. Want wat ga je dan straks doen in die grote nieuwe zaal? Er kunnen allerlei activiteiten aangeboden worden. Maar ook gewoon gezellig een koffietje gedronken worden. Mooie keuken erbij. Om een gezamenlijke maaltijd te nuttigen. Wie dat fijn vindt. Ja, dus.
Peter, dankjewel dat we even langs mochten komen. Graag gedaan. Jij woont hier in deze hele mooie ruimte. Hoe lang ben je in totaal al bij Den Hert? Ja, 3,5 jaar al. 3,5 jaar. Dus ja. Je hebt ook op die oude locatie gezeten? Op die oude locatie, ja. Dus dit is wel heel chic. Dit is buitengewoon chic, ja. Die oude locatie was maar één kamer. Met een bed, een kast en een tafel. En hier heb je gewoon alles, alle ruimte. Eigen wc, eigen douche. Dus eigen keuken zag ik ook al. Eigen keuken. Super groot bed. Ja. Je kunt er dwars in gaan liggen, hè? Ja, op mijn kop en zo. Daar kan ik erin gaan liggen. Valt heel goed. Je kunt even je eigen ook koken. Maar goed, dat doe ik dus niet. Ik ben nog een beetje begeleid en krijg het eten dus hier. Maar ik doe wel verder al het ontbijt en zo gewoon zelf. En krijg je wel lekker eten? Ja. Dus, goed. Ja. Ja. En straks dan gaan jullie weer terug verhuizen naar die andere locatie. Ja. Dan ga ik weer mee, denk je? Dan ga ik weer mee, ja. En zou het net zo mooi worden als hier? Misschien toch, nog wel mooier? Toch mooier, denk ik. Ja? Ja, dat kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen. Want ik hoef daar ook eigenlijk niet allemaal die luxe, maar ik ga er wel vanuit dat we een eigen wc krijgen, eigen douche weer. Dus, en gaat dat nog heel lang duren of weet je dat niet? De bedoeling is eind volgend jaar, ja. 2023, maar ik denk dat het wel iets langer gaat duren.